De steun van mijn ouders is echt onvoorwaardelijk. Hoe dat ze mij altijd ondersteunen en blijven motiveren. Ik ben Stefanie van den Borre, speelster bij de Red Panthers. Mijn familie heeft mij van jongs af aan eigenlijk, naast het veld op het veld, heeft mij eigenlijk altijd heel hard gesteund. Als je nog jonger bent dan 18 jaar, kon ik nog niet rijden, maar dan zat ik wel in de nationale ploeg. Toen waren de trainingen in Antwerpen, hebben ze mij altijd naar overal gevoerd. Ik heb ook een beetje last van heimwee als ik weg ben van huis. Mijn ouders weten dat. En daardoor vinden zij het ook belangrijk dat ze elke keer als een toernooi is meegaan en altijd steun geven. Alle vier, mijn broer, mijn zus en mijn ouders samen. De eerste match dat we samen speelden was eigenlijk voor mij heel speciaal. Normaal was altijd de kleine thuis eigenlijk. En dan plots speelde die naast mij. Dat was eigenlijk altijd heel fijn om, ook vooral om haar tips te geven en haar te zien groeien op het veld. In het begin was dat impressionant, omdat dat was de eerste keer dat ik in de Eredivisie speelde. Naast mijn zus, die soms wel niet hevig kan zijn, maar wel haar gedacht zegt op het veld. En zo heb ik enorm veel bijgeleerd van haar. Als ik dan een bal miste, dan was zij daar nog steeds. En dan was zij mijn reddende engel soms op het veld. Op het veld en naast het veld is Fanny niet dezelfde eigenlijk. Nee, op het veld is ze een hevigere persoon. Ze heeft een winnaarsmentaliteit, dus ze wil echt wel winnen. En naast het veld is ze een echt familiepersoon. En ze gaat er alles aan doen dat haar familie gelukkig is. De ploeg die we nu hebben is een groot verschil ook met de ploeg die we 4 jaar geleden hadden. We hebben nu enorm veel snelheid in de ploeg. En dat is iets wat in het hockeyspel van vandaag heel belangrijk is. Dus ik denk wel dat we nu als ploeg, dat we die kwalificatie hebben binnengehaald, toch wel net iets vrijer spelen en durven spelen. En een sterkte is als ploeg ook dat wij genieten. En ik geloof er ook wel echt in dat we op het toernooi deze zomer gaan genieten van het hockeyspelen.